Ik mat. Nou, eerst mij het boek dwanen. Ik ben lesse bij de AFOEK West. Die had mijn boek goedkeurd en die werd ik in productie naam. Wij hebben een motor. Ja, ze is op een motor, joh. Nou, we zullen even introducteur en even mijn skelter er doorheen. Dat er even omhoog van, nou, wat komt er al hier en wat lijkt het er mooi, wat binnen mogelijkheden. Oh, ja, ja. Ja, dat is tof. Dat denk ik echt perfect. Ja, ja toch? Ja. Goeiemorgen. Een naaie daaie naaie. Vlag. Het is weer bjusterbaarlijk mooi zinneskien waar. En toch moet ik aan heel veel dingen op computer doen. Dus ik zal dit mooie mosje zal ik even naar Beppe Klaasje brengen, hè? Ja, want... Tje, daar is Paak, hè? En op autowachtjes, Paken. Paakje? Ja. Nou, goeiemorgen. Hallo. Hoi, Paken, zei ze dan. Hey, Jack Bottleneck. Dat is mooi. Jack Bottleneck had hij ervoor. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Paken, zei ze dan. Goedemorgen, Paken. Je krijgt bij Beppe dan. Ja, ik ook. Tje? En Skelte, ik denk. Skelte komt aan, ja. 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 Is op fiets? Wij op een motor. Op een motor? Ja, ze is op een motor, joh. Oh, wat een hup, waar is de rijmer in, jullie steen? Oh jee. Dat zo. Dat zo. Nou, doe maar achter Paco. Die gaat het. Die gaat het. En de auto van de andere kant, als een beetje aan deze kant erin blijven. Ja, heel goed. Top. Ah, oh, nou shit, ik word echt de bocht om. Komt al hier goed. Kom maar. Nou, en inderdaad, we hadden naast dat ik aan op computer nog al hier werkdingetjes ha. Hebben we Saek. Ja? Ja, meer machines, hè? Hebben we Saek nog in bezitten van Skelte? Want die had morgen zijn boekpresentatie bij u in het theatertuin. Van het boek Redbad. Dat hebben we hier ook spelen toen in het theatertuin. En hij vroeg dat hij hier de presentatie van zijn boek doen mocht. Natuurlijk. Nou, dus we zullen even lezen van hoe mat het er al even uitzien. Dat is heel samenkleer wijze. Maar ja, dat zit een beetje op de planning. Er zit nog iets heel leuks op de planning van de media. Maar daar vertel ik je maar wel even meer over. Want dat gaat over uw vakantie. Daarover aan zijn meer. Eerst even naar de theatertuin. Warm. Wat lekker warm waar, een jurkje morgen, hè? Ja, maar. We gaan even vervangend vervoer zwargen. Want het gaat dan net zo hard op een motor, hè? Dan hebben we de motor achterin. Gaan we op naar de theatertje. Van mij zeg ik Skelte al rijden. Dus ze is even Skelte praten. Hoe dit al je gaat met zijn boekpresentatie. Dat is wel leuk, want Skelte gaat ook de illustraties doen in het boek waar ik met dwaande ben. Werd ik dus aan, ze echt nodig met dwaande maat. Maar ja, ze komt alles weer bij elkaar. Dat is altijd wel geinig. We zijn in het theatertje. We zullen even introducteur en even mijn skelte er doorheen. Dat er even omhoog van, nou, wat komt er al hier en wat lijkt het er mooi, wat binnen mogelijkheden. Dus we zullen even de trainer rennen. Een fuelpit, mijn heerbaan. En als die toen beginnen, was die afstand hun sites en gewoon hun stingen. Dan gaan hun maar die dingen hier zo in. Ja. En dan ben je er stil en dan kun je dan beginnen. Ja, wat tof. Dat denk ik echt perfect. Ja, toch? Ja. Nou, al je speelde boeken. Maar ik al hier onklaar. En ik zal aan ik mijn op zolder doeken, want ik ga nog al hier spul van het Redbad Theaterstuk beloven. Een klaar wat helemaal mooi om in die sfeer van Redbad. Een auto vol! Nou, Skelte is in orde. We hebben weer in de auto gestapt. Die gaan naar huis. We gaan alles trosprutsen. Hoe het hij het zucht. Wat voor mogelijkheden dan weer hij in het theater doen. En ja, dat rent wel los. Dat komt wel clear. Ik denk dat het een hele mooie midje wordt. Ik neem je mooi bij de vlagkamer. Ik heel normaal met die boekpresentatie. Want ja, het is toch wel bijzonder dat... Ja, in het boek herken ik dan ook wel bepaalde personages uit uw Redbad stik. Dus daar had ik zeker inspiratie uit hellen. Dus dat is wel heel leuk. Ik maak nou echt onder het werk. Ik ging achter de laptop. Nou, en eigenlijk is het vierste te heet om binnen te zitten. Vooral in zand. Wat husk, het is altijd samen hier, maar ik maat zei het valt nog dat ik alle gedienen dicht. Een beetje de warmte boeten horen. Van nou op de planning. Ik mat. Nou, eerst mij het boek dwanen. Ik ben lesse bij de AFOEK West. Die had mijn boek goedkeurd en die werd ik in productie naam. De eerste opmerking weer van, hey, die eerste twee hoofdstukken. Probeer je daar in je van te maken, zodat jij er echt in het verhaal komt. In het spannende gedeelte van het verhaal. Nou, koe ik me heel goed in vinden. Soms is het ook wel mooi om een oorzien mening even te jennen, want ja, dus staat ze natuurlijk blind op die eigen dingen. Dus ja, daar koe ik me heel goed in vinden. Dus daar mat ik me aan de slag met van twee hartstikken in je meidje.
Als ik nog tijd oer heb, wil ik nog even dwaanden met het tronem van de versjes van Tomker. Want joen ging ik de studio in om die op te nemen. Ja, jongens. En oh ja, ik heb nog ooit verteld dat we vanmiddag iets van de vakantieachtig iets. Nou, dat zit zo. We zoen net op vakantie. We zijn hebben we met de tuin en het hoes dwaanden. En we blowen gewoon tussen de drie weken nog vrij binnen. Maar al rille gauw jij ik jelk en pikken van nou, ik wil toch eigenlijk blijven voort. En nou, we thuis binnen dan ben ik weer onder het werk. Dat is natuurlijk extra. Hier is nou altijd al onder het werk. En als je dan thuis met het hoes dwaanden bent, dan ben je echt weer onder het werk. Nou, ik is maar even een weekje, of dit en dit en dat. Ja, dus we gaan van alles nog even besjoen. Nou, toch ik weer even geen litten. En nou van de week stuurde er me een linkje terug van een ja, beetje een retro camper. Van zo'n 30 jaar oud. Hartstikke cool ding, maar het wil wat ongebeuren. Motor is wel goed, maar aan de binnenkant maakt het wel wat pimped versus. Maar ja, dat vind ik natuurlijk heel geweldig. Een beetje schilderen, wat nieuwe beklaring. Dus ja, wie zullen vanmiddag bij die camper zien? Het is nog heel dan het wees over dat ik daadwerkelijk dwang wilde, maar dan weet je een beetje in wat voor modus dat Jelke zit. Die wil echt toch wel heel graag op vakantie. En ja, we hadden vorig jaar ik zo mooi met de camper van mijn ouders voor het West. Dat wie echt ons ding. En wie toch wel eens vaker weekendjes voort. En als je dan een camper hebt natuurlijk, ben je heel vrij om te gaan en te staan. Wees maar was. Dus op zich zou een eigen camper wel echt iets voor ons wezen. En een beetje in die retro sfeer, ja, dat past echt heel naar buurt. Helemaal, en dan wel een beetje oppimpen, maar gewoon zo'n mooi ouderwet dingetje dat luid ons krijgt. En dan hoeven we net altijd die van ons heid mentally. En hartstikke mooi tot kind. Maar ja, mijn zusjes wil Mac wel eens broeken en hun wil zelf wel eens broeken. En het was net afhankelijk daarvan wezen, zeg maar. En ja, vorig jaar hebben we gewoon ervaren dat het echt iets voor ons en de bandjes is. Dus ja, waar wit. Maar daar zijn we vanmiddag dus even in het zien. Of het wat is. Misschien valt het dus ook wel heel wat al. Want op een foto lijkt het altijd heel los. Maar daar zijn we even in het zien. Ik zal nou eerst erop dwaanden. Laptop, boekje. En dan zit ik hem bij het boek dwaanden. Hoofdstuk 1 en 2. Nee, 1 hoofdstuk brengen. Wish me luck. Nou jongens, ik ben al een koffertje dwaanden. Het is best wel lastig, want de eerste twee haartstuk probeer ik echt natuurlijk heel wat uit te lezen waar binnen wie. Want het gaat natuurlijk een beetje over het shitsvlagwereld. Wat is er gebeurd? En om dat heel liefst te maken, het jet makkelijker dan dat het is. Dus eigenlijk moet ik nog één pagina heel schrappen voordat ik tevreden ben. Maar dat betekent dat er heel veel tekst nog uit moet. Dus ik moet nog echt keuzes maken. Wat me best wel zwier valt, maar we komen er wel. Ik ging gestaagd erop. Nou, ik leeuw dat ik er aardig ben. Ik had waarom brengen kind naar Fjouwer Sieden. Twee haatstikken naar Fjouwer Sieden. En ik ga nog wat toevoegen aan het begin. Daar zit een liedje uitles welke personages er in het boek voorkomen. En daar missen eigenlijk nog Jara en Roelof Jan. We gingen wel het gezin in, maar nou ja, omdat Jara en Roelof Jan ook wel echt een grote rol spelen in het boek. Worden er zijn van, is het toch echt wel mooi om die ook nog even in het kwartatteljochtje waar ze binnen, wat ze binnen. Dus nog een stukje verschreun, even zien. En het is vanuit zaakjes in perspectief, dus zo zaak zei ze, Jara, dit is mijn grote nicht. Ze is vaak bij u te vinden en is gek op TikTokken en vloggen. Jara is heel goed in spultjes en we kennen altijd een soort willemijtje together. Dat wie van Jara. En RJ. RJ is de aquatic van Roelof Jan. RJ is mijn beste kameraad. RJ is altijd heel grappig en net gauw benauwd. Together beleef je weer de mooiste avonturen. Nou, zo. Dus ja. Ik stuur het nog even terug naar Lina, dat hij er nog krijgt even mij haar kritische erg. Werd ik heel erg blieb met nog even een shocht. En dan ja, hoop ik dat er net al te volle onpassing mee komt en dat het aan echt die productie naamwerken. Ik neem nou nog krijgt even de versjes terug. En ja, daar heb ik nog mooi een tijd voor. Dus kan je wel even een beetje jellen. De Sierk had dat al een beetje gearrangeerd, neemt dat. Maar de gitaar, Sierk is de gitarist van mijn band. En ja, we hebben de noorden gekregen in de tekst, maar hij maakt het dan een beetje een arrangement met de gitaar ervan. En ja, ik maak nog even een oefening van hoe dat te zongen wordt. Het zijn twee hele mini kwarte versjes, dus dat moet wel lukken. En ik geef jongen de studio mee in. Dus nog even een beetje de tekst en even de melodie in mijn holle prenten van jong.
De eerste is lekker. Het komt dus uit het Tomke-boekje. Ik ben echte Tomke-feskes. En lekker pu is het idee dat ik die mij in de clip mijn eel doordwang in. Gaat door het eigenwijste bandje op een rood. Nou, ik zei, dat krijg ik wat van uw ziel nou. Zij is toen nee, dan zeg ik ja. Zij is toen, dan zeg ik ba. Lekker pu, het lit me kort. Ik ben het eigenwijste band, het eigenwijste band, eigenwijste bandje op een rood. Zij is toen top, dan zeg ik pet. Zij is toen stom, dan zeg ik vet. Lekker pu, het let me kort. Ik ben het eigen wieste ben, eigen wieste ben, eigen wieste bandje op een brood. Nou even mijn muziek. Het is dus een beetje opname, gewoon thuis opname. Maar voor mij wel handig, dan weet ik een beetje hoe de melodie gaat en hoe ik er dan bij jongen had. Zij is toen nee, dan zeg ik ja. Zij is toen dan zeg ik ba. Lekker pu. Het lit me kort. Oh, Siri begint er maar te moeien. Het eigen wieste bandje op een wrat. Zij is te top, dan zis ik pet. Zij is te stom, dan zis ik vet. Lekker pup, het lit me kort. Ik ben het eigen wieste band. Eigen wieste bandje op een wrat. Nou, die mat wel slagje. Maar er is nog één. Zit ik even op ziekje. Nou, deze die is wat lastiger. Maar ik begin even met ziekje. Ik ga door een eigen wies. Mijn wieske, meidje, eigen wieske. Slaan op het tromme. Schotje bij de ries. Ries. Eigen wies, wies, wassen, woes, woes, wiezen, wassen, was, was, wiezen, woeze, wies, woeze, woeze, wies. Nog een keer. Het is dus iets lastig voor Melody. 1, 2. Koeser, kline, liske, maatje, eigen wieske, slane op het tromme, schotje, meiden. Ha een eigen wies, wies, wassen, wassen, woes, woes, wieze, wieze, was, was, woeze, woeze, wies. Kom maar door. Nou ja, dat is dus dit verske. Een eigen wies. En het leukste is aarsen, wie gaan dit dus opnemen, komt op Spotify. Maar ook op YouTube, mijn clipje. Kun je de QR-code scannen en dan komt het automatisch bij u's clipje te lonen. Dat is toch te gek. Dus ja, dat komt jullie wel kleren. Ik ging tegeren mijn Sierk. De grotere feskes doen bij de hele band. Maar de Lietse Tomke feskes, die doen we altijd tegeren. Dus dat is wel leuk. Ik had er wel nog 10. Ik zal even alles oprijden. En dan aan zijn kleermaatje. Want ja, wie ging aan zijn paard? Een camperbusje. Een retro camperbusje. Wie zit in de auto richting een plakje vlakbij Emmen? Ja. En daar zit een of andere retro camper die we in beschien gingen. Nou, dat, we weten nog helemaal net of het wel of net dwang ging, maar ja, wie zijn we wel dat dus even beschien? Papi, ik mag maar! Eel maar mij, wie zal nog even ergens wat eten, Helly, of even een hapje eten? Het is zo'n, hoe lang weer erin? Een uur en een half minuut. Heb mijn BH. Ik ga snoepjes maken, maar we gaan eerst even eten. Maar ik heb spekjes. Ja, maar het spekje, sje. Sje, zit hierin. Was chin, als Leo's het net, denk ik. En wat aan de kant, als juist het net, de koekjes aan de kant. En die ben goed, kut! Ja, de roze is er goed. Een roze drek. Maar we gaan eerst even wat eten. Dan krijgt Aasje een spekje. Apparaat? Doen we dat? Dat is stom. Dat is stom. Ja, dat is net heel aardig, maar ja, zij is in het leven. Eerst even wat eten en als dan een gotcha, als ik daar zo'n spekje in. Een lekkere donut, een croissantjes, een toetje. Die is toe, hè? Ja. Lekker. Maak die nou. Neem maar. Ik wil eerst zo lekker eten. Hierbij? Nom, nom, nom. Oh, lekker, lekker, lekker. Warm, Jelena. Bloody hot, man. Gouden herkomen. Nou, we vervolgen onze reis weer op naar de retro camper. Ja jongens, we zijn bij de camperwest. We gaan hem even goed besjoen. We gaan een proefritje maken. We zijn op zich wel tevreden, maar... We gaan over fort! We gaan over fort, hè?
Wie denkt er nog even goed om naar? Want ja, dit is natuurlijk een grote uitgave, dus maar en Ildo had er nog dek een beetje, had hij nog deel nou? Met Beppe. Ildo woont met Beppe. Dus weer ik nog naar huis, op naar Beppe Klaasje. Ik ga Jundus nog even opnames. Ja, ik ben dan net klaar met deze rij. Van de Tomke Veskes. Ik ga ze wel instuderen, dus ik denk dat ze er samen op zitten met mijn kwarte Veskes. Dus dat. Van nou succes. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toonkom omheen. En via het net de chill op de download van die tablet als telefoon. Op naar het chitsvlog. Hey hoi.